ANWB-meldingen, dat er file staat bij Leuzen, voor het AFAS, dat het allemaal een hele mooie avond dreigt te worden. Nou, dus er komen nog wat mensen binnen die druppelen, maar u bent er al met heel erg veel. We staan hier op de Agri-meeting, die is één keer in de twee jaar. Daar is heel veel belangstelling voor, vooral boeren en tuinders. Maar u heeft een transportbedrijf wat veel voor de agrarische sector werkt. Ja, ik heb een transportbedrijf en wij zijn actief in de mestdistributie. We rijden veevoedergrondstoffen, we rijden reststromen, biomassa. Dus eigenlijk alles wat in de agrarische sector vervoerd kan worden, dat doen wij. Ja. En heeft u dan ook veel last van alsmaar veranderende regelgeving? Ja, regelgeving is elke keer veranderlijk en je weet niet goed waar je aan toe bent. En dat is wel eens lastig met ondernemen. Ja. Ja, maar hoe lastig is dat dan? Beperkt het u in wat u wilt doen? Nee, het beperkt me niet in wat ik wil doen. Alleen je moet met keuzes maken, moet je het wel in acht nemen. En je moet wel een inschatting maken van wat voor kant gaat het op. Waar investeer ik wel in, waar investeer ik niet in. En waar denkt u dat het welke kant op gaat? In de agrarische sector denk ik dat het aantal bedrijven gaat afnemen. Dus er zal een krimp komen. Ik verwacht niet dat die zo groot is als dat sommigen zeggen dat de helft van de sector verdwijnt. Maar ik verwacht zelf tussen de 10 en de 20%. Maar ik zie zeker voor de bedrijven die doorgaan in de toekomst, zie ik kansen en mogelijkheden. En er zullen altijd boeren blijven. En wat dat betreft zie ik de toekomst zonnig in. Ja, ja, want als die 10, 20% minder boeren er straks zouden zijn, dan heeft dat geen consequenties voor uw bedrijf. Ja, dat zou wel wat consequenties hebben, want het klantenbestand gaat veranderen. Maar wij proberen ook als bedrijf zeg maar, die klanten te bedienen die in de toekomst blijven. U bent van de Van Drie Groep. Dat zal heel veel mensen niks zeggen. Wat is dat? Ja, de Van Drie Groep is een grote kalverketenintegratie. Dat betekent dat we eigenlijk alles rondom kalveren organiseren. Van voer tot en met slachterij. En in Nederland werken we met heel veel kalverhouders samen en dus ook een aantal bedrijven die we in Nederland hebben. Wat ziet u veranderen in die sector? Nou, de sector staat enorm onder druk. De kalversector is denk ik bij uitstek een sector die afhankelijk is van de Europese markt. Hè. Dus wij hebben een belangrijke positie. Tegelijkertijd zijn we ook heel erg verbonden aan de melkveehouderij. Dus we zien dat krimp, het zijn communicerende vaten. Dus op het moment dat de melkveehouderij krimpt of onder druk komt te staan, is dat ook relevant voor de kalverhouderij. En de hele discussie in Nederland rondom dierenwelzijn heeft enorme impact op de kalverhouderij. En is dat een impact in positieve of in negatieve zin? Nou, het is in die zin positief dat je met elkaar gaat nadenken. En eigenlijk ook naar aanleiding van het verhaal van vanavond. Wat kun je zelf doen om daar een positieve stap in te zetten? En dus het ook naar je eigen verantwoordelijkheid te draaien. Maar het andere verhaal van vanavond zei eigenlijk, denk daar wel bij aan de strategie. Aan een grotere strategie dan alleen maar Nederland of Den Haag, zoals veel veehouders het ervaren. Dat je dat ook plaatst in de geopolitieke wereld waarin we leven. En dat is wel wat we heel erg missen als kalversector. En kunt u daar als onderneming wat aan bijdragen? Ja, wij kunnen zeker wat bijdragen, denk ik, als ondernemer. Omdat wij, de sterke ondernemers zijn ook in staat om te innoveren. Dus als je het hebt over wat kunnen wij doen, dan kunnen we innoveren. Dan kunnen we daarin in investeren. En dan kunnen we eigenlijk de ondernemers, groot of klein, hè, dus de kalverhouders, maar ook de melkveehouders en de andere veehouders in Nederland, ook akkerbouw, meehelpen naar een gezonde toekomst, een duurzame toekomst, maar wel één die gebaseerd is op marktgedrevenheid. Wat is uw rol daar eigenlijk in? Nou, ik zit bij de Van Drie Groep verantwoordelijk, ben ik daar voor diergezondheid en dierenwelzijn. En duurzaamheid, voedselveiligheid, dus eigenlijk allemaal belangrijke thema's die in de politiek ook spelen. En maak eigenlijk de keuzes, dus wij bepalen ook de strategie. Binnen mijn team bepalen we de strategie voor de hele groep. En dan kijken we waar willen we in investeren. Maar dat doen we niet alleen. Wij zien ook echt dat je moet samenwerken. De chocoladereep, dat doe je dus met alle sectoren samen. Want alleen ga je het niet redden. Misschien voor kleine stukjes. Maar uiteindelijk om in Nederland ook een krachtig signaal af te geven dat je, ja, voedselproductie is een groot goed. Dat moeten we behouden. Niet alleen in Nederland, maar voor heel Europa is dat denk ik belangrijk in de strategie. En daar kunnen wij aan bijdragen door keuzes te maken voor investeren. Focussen waar we echt verandering willen in aanbrengen. Maar wat ook haalbaar en betaalbaar is voor de primaire houders in Nederland. Een van de dingen die hier gezegd werd vanavond bij die Agri-meeting is
koerskrachtig. Is dat iets wat bij boeren ontbreekt soms? Koers houden is ontzettend belangrijk, maar als de wereld verandert, dan moet je zelf telkens nadenken, hoe ga ik ermee om? En dan moet je veerkrachtig zijn. En de oproep om veerkrachtig te zijn, die klonk vanavond. En ik geloof ook in een sector die veerkrachtig is en die kan omgaan met de uitdagingen van vandaag. Want er is een toekomst voor de agrarische sector. In deze wereld, waarin voedselzekerheid steeds belangrijker wordt, ook dat hebben we vanavond gehoord, is er toekomst voor deze sector. Dus bent u dan, want dat is eigenlijk de discussie waar het steeds over gaat, moet de boerensector dan inkrimpen of juist niet? Ik denk dat er opvolgingsvraagstukken zijn. Dat heeft effect op de schaal van de sector. Maar de kunst is een goede schaal te houden, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan die voedselzekerheid van Europa en de strategische autonomie van Europa. En ik denk ook dat het belangrijk is om te kunnen blijven innoveren en om in de keten in de benen met elkaar te houden. En hoe draagt de gemeente Barneveld daar dan aan bij? Ja, wij zeggen dat we graag een goede schaal van de agrarische sector willen. We proberen daar ook met ruimtebeleid in te faciliteren. En daarnaast gaat het ook over met elkaar in gesprek zijn. Wat heb je van elkaar nodig om samen die vraagstukken te lijf te gaan? En is het dan zo, want Nijkerk Nieuws zit nog helemaal in Nijkerk. Heeft u met de burgemeester van Nijkerk, ja hij gaat zo weg en u krijgt een vrouwelijke collega. Heeft u daar dan ook overleg over? Wij hebben goed overleg in de regio Food Valley. De food sector, de food valley in Nederland. Daar hebben we veel overleg over. Ook hebben we gewerkt aan samen met de burgemeester van Nijkerk en Gerard Renkema aan een nieuwe strategische agenda voor deze food valley. En daarin hebben we gezegd, toonaangevend in food, toekomstbestendige economische sector. En daar moeten we ook de komende jaren de schouders onder zetten. De boeren staan enorm onder druk. Maar is er desondanks toch een goede toekomst voor die boeren? Dat is wel een gewetensvraag. Ik moet zeggen dat in de afgelopen weken, maanden, rondom de discussie over dierenwelzijn, dierwaardig houderij, vraag ik me wel eens af in hoeverre die brede strategie echt wordt beleefd en doorleefd door de mensen die hier uiteindelijk het beleid bepalen. En daar moet je eigenlijk ook weer je eigen verantwoordelijkheid nemen. En wat ik daar zelf aan doe, is dat ik gewoon elke dag mezelf recht in de spiegel wil aankijken en zeggen, ja, met de kennis die ik heb en de invloed die ik kan uitoefenen, probeer je dat voor het voetlicht te brengen voor de mensen die uiteindelijk het beleid maken in Nederland. En tegelijkertijd ook mensen daarin mee te nemen om toch steeds die stappen vooruit te willen zetten. Omdat, ja, dus is er een goede toekomst? Ik hoop het van harte en ik vertrouw er ook op. Maar dan hebben we wel nodig dat mensen dat vertrouwen niet verliezen. Dat gaat echt over vertrouwen in de mensen om je heen, maar ook in de beleidsmakers. En dat vertrouwen staat ook enorm onder druk. Dus ik denk, ja, dat vertrouwen moeten we eigenlijk terug zien te winnen. We moeten weer samen optrekken in dat gemeenschappelijke belang. En ik denk als we goed naar Rob de Wijk luisteren, dat gemeenschappelijk belang er heel erg is. Want we gaan gewoon enorme problemen krijgen als we dit niet zien als een strategisch vraagstuk wat verder gaat dan alleen de Nederlandse grenzen. Dus ja, ik wens het iedereen toe dat er een goede toekomst is. Ik geloof er ook in, want anders zou je er niet hard voor werken. Maar het is geen gemakkelijke weg om daar te komen. Mensen, tot zometeen. Straks naar de borrel. Allemaal wel thuis.